Deze maand is het alweer 80 jaar geleden dat Nijmegen werd bevrijd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een bevrijding die tot stand is gekomen door een zeer risicovolle waaloversteek waarbij 48 geallieerden omkwamen. Zij worden dagelijks herdacht tijdens de zogenaamde Sunset March. Die wandeling bestaat alweer 10 jaar en daarom heeft de stichting hierachter vandaag een expositie geopend in het huis van de Nijmeegse geschiedenis. Een gedeelte gaat over de brug zelf, zeg maar. Over het ontwerp van de brug. En een ander gedeelte gaat over de Sunset March. Daar zijn foto's te zien van bijzondere Sunset Marches. Er staat wat over het ontstaan van de Sunset March. Ja, het is heel mooi. Kijk, de kapel is niet groot, maar ik heb net ook de directeur van de kapel weer gecomplimenteerd. Ik heb hier al vaak exposities bij gewoond. Het is toch weer mooi hoe zie je de Sunset March, maar ook de geschiedenis van 80 jaar geleden. En het is niet alleen kijken en lezen, maar je kunt ook iets meezien als het ware. Heel fraai. Ja, ik denk dat het belangrijk is sowieso voor mensen hier uit Nijmegen of omgeving om nog eens bij stil te staan wat er hier 80 jaar geleden is gebeurd. En waarom we nu in vrijheid leven hier in deze stad. Met de Stadsbrug de Oversteek is eigenlijk wel het grootste monument van Europa. Het werd ook al even gezegd. Wat kriebelt er dan bij je op als burgemeester? Ja, het is van begin af aan inderdaad een fantastische brug geweest. Die inderdaad ook echt een monument is. En ik vind zelf het mooie. Kijk, die stenen en dat staal, dat beweegt natuurlijk niet. En toch is het een levend monument, omdat er elke avond weer, elke middag weer, afhankelijk van jarige tijden, één of meerdere mensen over die brug lopen. En aan de andere kant bij het monument halt houden en eer bewijzen. Ja, en nu wordt hij dus al 10 jaar gelopen. Hoe lang gaat hij nog vaker, hoe vaak gaat hij nog gelopen worden? Ja, dat is hier tijdens de openingsspeech niet echt aangehaald. Maar er is één collega van mij die heeft gezegd, en dat vind ik nog wel nog steeds een goede uitspraak, en die herhaal ik zelf ook nog steeds. En die heeft gezegd, van zolang er veteranen zijn, zullen wij de Sunset March lopen. De expositie over bruggen, over 80 jaar Waaloversteek en 10 jaar Sunset March is te zien tot 17 november en de toegang is gratis.